Welkom bij de eerste core workout. We gaan deze workout thuis doen. Je hebt niks nodig behalve alleen een matje. Ik heb de workout uitgeschreven op het bord. We gaan op een timer werken. 5 rondjes in totaal. We doen 10 seconden een hollow hold drill. Ik heb hier 2 opties voor, een makkelijke en een moeilijke variant. Dat zal ik zo eerst laten zien. 20 seconden rust, dan 10 seconden een arch hold. Hier heb ik ook 2 opties voor. Een makkelijke en een wat moeilijke variant. En dan 20 seconden rust. We doen dit 5 rondjes achter elkaar. Dus werken, rust, werken, rust. Dus in totaal zijn we nog geen 5 minuten hiermee bezig. Ik zal eerst de movements uitleggen. De hollow. Dus je begint op de grond. Je zet je voeten op de grond, knieën tegen elkaar. Dus voor de hollow het belangrijkste dat je je onderrug de grond induwt en je schouders komen van de grond af. Begint met je armen gestrekt langs je oren. Dus je maakt jezelf zo lang mogelijk. Dus echt het uitduwen van je schouders. En vervolgens lift je je schouderbladen van de grond en je duwt zo hard mogelijk je onderrug de grond in. Dit is de eerste versie. De tweede versie, de moeilijkere, begint hetzelfde, maar dan komen de benen, die komen erbij. Dus je houdt hem hier vast in de hollow. Optie 1. Optie 2. 20 seconden rust. Vervolgens heb je de arch. De arch ga je dus op je buik liggen. Je zet je armen gestrekt voor je. Dus je maakt jezelf zo lang mogelijk. Je voeten bij elkaar. Je benen zijn gestrekt. Je armen gestrekt voor je. Dus je kijkt naar beneden. En je houdt hem vast. 10 seconden hold. De moeilijke variant, blijf je wel op deze manier op de grond liggen. Maak jezelf lang. Nu duw je je hakken de grond in en je duwt je heup van de grond af. Dan is dit de arch hold of de reverse arch hold. Dat is de tweede oefening. We gaan op de timer werken. Timer staat klaar. Zorg dat je klaar zit. We gaan beginnen over 5 seconden. 3, 2, 1. Optie 1. Schouders op, armen lang. Doe je onderrug de grond in. Houd hem 10 seconden vast. 3, 2, 1. En rust. Draai hem om. Gaan we naar de arch. Oké, en daar gaat hij. Hou hem vast. Maak jezelf zo lang mogelijk. Span je billen bij elkaar. Voeten bij elkaar. Oké, rust. Dat is ronde 1. Gaan we terug. We beginnen weer bij de hollow. Je mag weer op de grond gaan liggen. Zet je voeten op de grond. Knieën bij elkaar. Zodat je er klaar zit. 3, 2, 1, armen op, schouders omhoog, hollow. Hou hem vast, duw je onderrug de grond in, blijf duwen, en rust. Draai je om. Verder naar de arch. Span even je adem, ontspan even. Nog 5 seconden, klaar liggen. En hou vast. Maak jezelf lang. Armen zo hoog mogelijk. Hou ze gestrekt. En rust. Weer om. Als je wil mag je nu de moeilijkere optie kiezen. Te beginnen op je rug. Voeten bij elkaar. Zorg dat je klaar zit. 3, 2, 1. Lift, benen, hou vast, hou die schouders van de grond, blijf je core spannen en rust. Als je wil kan je weer op je buik, je kan ook kiezen voor de tweede variant, dus de reverse arch. Zorg dat je klaar ligt,
Armen langs je oren. 3, 2, 1. Heup omhoog. Strekken. Probeer je hielen de grond in te duwen. Heup zo ver mogelijk omhoog. Benen zijn recht. En rust. 3 rondes gehad. Laatste 2. 10 seconden. Als je klaar zit, op je rug, armen lang. 3, 2, 1. En lift. Benen erbij. Hou vast. Armen lang. Blijf strekken vanuit je schouders, core. En rust. Nog 10 seconden. Laat het op de grond. Dan op je buik, dan op je rug. En hou vast. Arch hold. Lang maken. Benen omhoog, voeten bij elkaar. En rust. Laatste ronde. Oké, nog 10 seconden. Klaar zitten. Voeten tegen de grond. 3, 2, 1. En go. Hou vast, hou de spanning. En relax. Nog één gaan. Oké, dit is de laatste 10 seconden. Als je klaar zit. 5, 3, 2, 1. En hold. Oké, hou vast je positie. Blijf strekken, blijf duwen. En relax. Oké, well done. Goed, dit was de eerste core workout. We hebben de hollow gedaan en we hebben de arch gedaan. Dus de hollow op je rug. De arch juist de andere kant op. Dus beide hele belangrijke posities in gymnastics. Dus goed dat je deze posities vooral traint. Kijk naar welke opties voor jou goed te doen zijn. Wil je je voeten op de grond? Goed focussen op die hollow core. Oftewel de hollow chest. Of lukt het ook al om de benen erbij te doen? Volg door de arch. Juist de andere kant. Met je voeten omhoog of juist je heup omhoog. Leuk dat jullie meededen en ik zie jullie de volgende keer.